De Achterhoekse boer Thijs Wiegers is hier thuis. Vrijdag werd hij na een boerendemonstratie aangehouden door een motoragent met getrokken wapen. Goedenavond. De 19-jarige Justin maakte eerder dit jaar een einde aan zijn leven. En zijn familie denkt dat betere hulp de zelfmoord had kunnen voorkomen. Je wordt 18 en je wordt volledig losgelaten. Dat is Justin fataal geworden. En een onderzoek naar steekmuggen moet duidelijk maken of ze in Nederland het West Nijlvirus overdragen. En een van de dingen die we willen weten is hoe onze omgeving en veranderingen in onze leefomgeving, hoe die een effect hebben op steekmuggenpopulaties. Hij is gefrustreerd en boos en hij wil met de motoragent om de tafel om het uit te praten. Boerenvoorman Thijs Wiegers uit Mariënvelde is weer thuis nadat hij vrijdagavond onder bedreiging van een wapen werd gearresteerd en in de cel belandde. Onterecht, zegt hij, want hij wil alleen maar een hamburger gaan eten en zeker geen distributiecentrum gaan blokkeren. Maar de politie zegt dat hij voor een gevaarlijke situatie zorgde. Met getrokken pistool ging een agent voor zijn trekker staan om hem tegen te houden. Kijk, dat ik een stopteken genegeerd heb, dat is duidelijk. Maar moet je je pistool trekken voor een boer die een patatje wil gaan eten bij de McDonald's? Voor mij gaat dat wel heel ver en dat maakt me boos. Dit zijn beelden van de arrestatie van de Achterhoekse boerenvoorman. Rond 6 uur vrijdagavond werd hij in de boeien geslagen. Een agent verbood hem met zijn trekker door te rijden. Een reden waarom dat niet mocht, gaf de agent hem niet, zegt de boer. Dat de agent zijn pistool tegen hem trok, vindt hij buitenproportioneel. Ik zeg maar, als u mij geen goede reden kunt geven waarom u naar de McDonald's in mag, dan ga ik gewoon naar die McDonald's. We leven in een vrij land, een democratie. Dan heb ik het recht om daar een hapje te gaan eten. En dan maak ik gebruik van mijn grondrecht. Maar ja, anderzijds, als een agent tegen mij zegt van daar mag je niet heen, dan ga ik daar niet heen. Ja, maar dan moet u wel een reden opgeven, waarom niet? Inmiddels is Wiegers, na een dag en een nacht in een Rotterdamse cel te hebben gezeten, weer thuis aan het werk. Hij zegt dat als de agent hem meteen verteld had dat hij niet door mocht rijden, omdat even verderop een voedseldistributiecentrum lag en hij bang was voor een bezetting daarvan, dan was hij meteen omgekeerd. Een misverstand dus, die nog eens versterkt wordt door cultuurverschillen. De boer zegt de benaderbare agenten uit het oosten gewend te zijn. Ze kennen natuurlijk niet zoveel trekkers als hier de regionale politie. Die komen dagelijks trekkers tegen, die staan er iets anders in. Dus het is ook wel voor hun ook wel intimiderend, ik snap het wel. Maar we hadden het ook met elkaar op bureau kunnen praten onder genot van een kop koffie en praten uit met elkaar. Wiegers is dan wel vrij, maar hij is nog niet van justitie af. De boer zegt dat het voorval hem niet zal afhouden om door te gaan met protesteren. Ik laat me nog niet klein maken door de overheid niet. Dat zit niet in mijn genen. En in Nijmegen zijn trekkers niet meer welkom bij demonstraties. Voorzitter Hubert Bruls van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid voert per direct een verbod in op de aanwezigheid van landbouwvoertuigen. Aanleiding daarvoor zijn enkele incidenten eerder deze week. Het verbod is tot maandag 20 juli van kracht. De 19-jarige Justin uit Apeldoorn pleegde een paar maanden geleden zelfmoord, omdat hij door de zorginstellingen in de steek is gelaten toen hij 18 werd. Dat zegt zijn moeder, die onder andere bij de staatssecretaris aan de bijl trekt om herhaling hiervan bij andere jongeren te voorkomen. Dit is Justin, een jongen met ADHD en autisme die prima functioneert met hulp van zorginstanties. Tot hij 18 wordt en daarmee onder een andere zorgwet komt te vallen. Alle zorg viel weg, we kwamen terecht bij de gemeente. Zijn behandelaar, waar hij vertrouwd mee was, waar hij het goed mee deed, mocht niet meer komen. De uren, begeleidingsuren, werden gewoon teruggeschroefd. Bij de ene instantie hadden ze onvoldoende verstand van autisme. De andere instantie had onvoldoende kennis van psychiatrische klachten. En wat deed dat met Justin? Justin heeft het geloof verloren in de hulpverlening. Omdat ze namelijk veel zeiden, maar niks deden. Ze hebben hem echt in de steek gelaten. Ze hebben ons in de steek gelaten. Want u zag hem ondertussen afglijden. Ja, ik heb meerdere brandbrieven gestuurd naar de psychiater, naar de mentor. Ik heb echt gezegd van jullie moeten nu wat doen. Doen jullie niks, dan doet Justin zichzelf wat aan. En dat doet hij. Na meerdere zelfmoordpogingen springt hij eind februari van een gebouw in een winkelcentrum en overlijdt ter plekke. Had het voorkomen kunnen worden als de zorg beter was geweest, denkt u? Absoluut. Dus u verwijt eigenlijk het tekortschieten van de zorginstanties de dood van uw zoon? Klopt. Je wordt 18 en je wordt volledig losgelaten. Ja,
En dat is Justin fataal geworden? Dat is Justin fataal geworden, ja. Ja, de moeder van Justin zegt dat de overgang van zorg voor jongeren die 18 worden niet goed is geregeld. En dat herkent oud-jeugdpsychiater Jan Meerdingveldboom, gespecialiseerd in suïcide bij jongeren. Ze worden vaak overvraagd. Ze worden vaak volwassener ingeschat en beoordeeld dan ze eigenlijk zijn. En daarbij moet je rekening houden dat jongeren die suïcidaal zijn, hebben meestal al jaren problemen. En als je al jaren problemen hebt, dan ben je achtergebleven in je sociaal en emotionele ontwikkeling. Dan is het de vertrouwensbasis met een hulpverlener is van essentieel belang. Hoe beter zo'n hulpverlener contact heeft gemaakt en onderhoudt met een suïcidale jongen, hoe groter de kans is dat het preventief werkt. Dus als je over moet gaan naar een nieuwe, moet je weer helemaal opnieuw beginnen met een nieuwe vertrouwensrelatie. Zou dan wat u betreft eigenlijk die zorg verlengd moeten worden tot nou 21 of misschien wel 23 jaar? Absoluut. En wat doet het met een suïcidale jongere als die zoveel moet switchen van behandelaar en van instelling? Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Want suïcidale jongeren zijn in de regel behept met twee starre denkbeelden over zichzelf. En de eerste is, ik doe er niet meer toe. En de tweede is, ik ben anderen alleen maar tot last. Als je dus ergens komt en je wordt weggestuurd, wij kunnen jou niet helpen, dan gaat het toch versterkt het beeld van, ik ben blijkbaar niet belangrijk. Stuur mij weg. Je wordt bevestigd. Je wordt bevestigd aan het idee van, ja, ik doe het niet zo erg toe. En de staatssecretaris heeft de moeder van Justin uitgenodigd om in september om de tafel te gaan. Zowel de staatssecretaris als de gemeente Apeldoorn zeggen dat de overgang van de zorg bij kinderen die 18 worden de aandacht heeft en dat de dood van Justin wordt onderzocht. De zorginstelling waar hij woonde wil pas daarna reageren. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit zijn een landelijk onderzoek gestart naar steekmuggen. Ze onderzoeken welke muggen waar voorkomen en wanneer. En wat daarbij de effecten zijn van de verschillende leefomgevingen. En dat is belangrijk om te weten, want de muggen kunnen ziektes overdragen, zoals het West-Nijl-virus dat in Zuid-Europa al oprukt. Op 16 verschillende locaties in Nederland zijn voor het onderzoek speciale muggenvallen geplaatst. Zoals ook hier in het bos in Wageningen. Nou, wat we doen is we produceren hieromheen een CO2-wolk. Dat lokt de muggen naar de val toe. En dan wanneer de muggen hier in de buurt komen, worden ze naar binnen gezogen door een ventilatortje wat in deze val zit. En dan kunnen we kijken of de patronen die we zien in de muggenpopulaties, of die overeenkomen met de overlast die gemeld wordt via de muggenradar. Want via muggenradar.nl kan iedereen de overlast door de steekmuggen melden. En een van de dingen die we willen weten is hoe onze omgeving en veranderingen in onze leefomgeving, hoe die een effect hebben op steekmuggenpopulaties. Dus je kunt daarbij denken aan verstedelijking of de aanleg van natte natuur. Wat voor effect heeft dat nu op de aantallen muggen en de soorten muggen die we vinden? En dat is volgens de onderzoekers belangrijk om te weten. Nou, ten eerste natuurlijk omdat muggen vrij vervelend zijn en het is wel fijn om te weten wanneer ze actief zijn. Er zijn een aantal ziektes in zuidelijk Europa die door steekmuggen worden overgedragen. Je kunt daar bijvoorbeeld aan het West-Nijl-virus denken. De vraag is van, hey, kunnen steekmuggen in Nederland dat ook overdragen? En zo ja, wat is dan het risico? In april verloor ze haar moeder Ingrid aan het coronavirus. En daarom is dochter Roos van Sambeek een actie gestart om geld op te halen voor corona-onderzoek. Ik vind het heel mooi dat ze gedaan heeft. En dan zoveel geld ophalen. Ik vond het heel goed. Een 29-jarige man uit Harderwijk is gisteren om het leven gekomen bij een botsing tussen zweefvliegtuigen in Duitsland. Ook een andere Nederlandse piloot kwam om het leven, maar het is nog niet bekend waar hij vandaan komt. Het tragische ongeval gebeurde boven Dülmen, zo'n 50 kilometer van Winterswijk. Door onbekende oorzaak kwamen de twee zweefvliegtuigen in de lucht met elkaar in botsing. De hulpdiensten gingen op de grond en vanuit de lucht op zoek naar de wrakken en de piloten. De Harderwijker was lid van de aeroclub Salland uit Lemelerveld. Het bestuur spreekt van een ervaren vlieger die al vanaf zijn tienerjaren vloog. In een woning in Dieren is vanmorgen vroeg iemand gewond geraakt bij een geweldsincident. De vermoedelijke dader is inmiddels opgepakt.
Politie werd 4:15 gealarmeerd en kwam met meerdere eenheden naar de Thorbeckestraat. Er werd melding gemaakt van een woningoverval, maar inmiddels spreekt de politie van een geweldsincident. Wat er precies is gebeurd, dat is nog onduidelijk. Het slachtoffer is een 48-jarige man die met een hoofdwond naar het ziekenhuis is gebracht. En vanmiddag werd dus de vermoedelijke dader aangehouden. En bij een ongeval gisteravond op de A325 zijn twee auto's op elkaar gebotst. Een van de twee sloeg daarna meerdere malen over de kop en is zwaar beschadigd geraakt. De bestuurder kon zelf uit het wrak komen, maar is wel gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 11:30 bij knooppunt Ressen. De zwaar beschadigde auto werd van achteren geraakt en begon te tollen. In de berm kwam de auto tot stilstand. De bestuurder werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en de andere bestuurder die kwam met de schrik vrij. Van aangereden huisdieren tot vogeltjes die uit het nest zijn gevallen. De Tielse dierenambulance rukt zo'n 2000 keer per jaar uit. De organisatie heeft zelf geen goede opvang voor de dieren en moet daarvoor naar andere plaatsen. Dat kost veel tijd en geld. Maar als het goed is, komt daar binnenkort verandering in. Wij rijden op dit moment naar Zundert om een roofvogel weg te brengen. En dat is natuurlijk wel heel veel. Even wachten. Stichting Dierenambulance bij Marja. Honderden dieren haalt de Tielse dierenambulance jaarlijks op. In alle soorten en maten. En het is een hele zoektocht om die ergens opgevangen te krijgen. Dus dan moeten we weer naar Amsterdam of naar Utrecht of naar Nijmegen. En dat zijn toch dingen die hakken erin, ook financieel. En vaak blijkt zo'n trip naar een gespecialiseerde opvang helemaal niet nodig. Dan komen wij aan en dan controleren ze het dier en is die gewoon verzwakt. Of hij is ergens tegenaan gevlogen. Maar moet gewoon een tijdje met rust gelaten worden, goed eten krijgen. En dan kan hij na een paar dagen weer weg. Nou, dat zijn dus dingen die we hopelijk zometeen zelf kunnen doen. Want de dierenambulance bouwt aan een eigen opvang. Of deze in het najaar ook geopend kan worden, hangt er nog een beetje van af. Geld. Het blijft altijd om geld draaien. En soms hebben we hele lieve mensen die een heel mooi bedrag geven. Maar ik ben ook blij met die 3 euro die we krijgen. Want elke euro is er altijd één, zeg ik. Gaan we weer. Stichting Dierenambulance bij Maya. Ja, het is door corona wat ingewikkelder, maar er wordt nog steeds getrouwd. Vandaag waren veel trouwlocaties in Gelderland geopend en konden aanstaande bruidsparen zich verdiepen in waar ze de mooiste dag van hun leven willen beleven. Dat komt bijvoorbeeld op kasteel Weyenburg in Echteld. Tim Maartens en Bente Gommers willen gaan trouwen. Maar nu nog niet. Eerst even kijken hoe. Slaapgedeelte van de bruidssuite met een groot hemelbed. Met hier een mooie badkamer. Johan Huisman leidt de mensen rond op het kasteel. Er zijn veel mogelijkheden, maar ook een aantal onmogelijkheden. Trouwen gaat natuurlijk allemaal prima. En dineren ook. Het enige waar de moeilijkheid op dit moment bij ligt is een groot feest met een dan volle dansvloer. Dat is op dit moment eigenlijk niet mogelijk. En we hopen dat dat vanaf 1 september weer aan de orde is. Tim en Bente willen zeker trouwen. Januari volgend jaar is de planning. Maar corona zet wel aan tot nadenken. Zeker, ja. Zeker wel. Daar hebben we ook al een beetje rekening mee gehouden. Om te kijken van, willen we het splitsen, zeg maar. Dus gaan we de ceremonie en de toast en het diner op één dag doen. En het feest, als je met meer mensen doet, gaan we dat misschien op een andere moment doen. Dus in de zomer of wanneer het helemaal voorbij is. Johan heeft zeker gemerkt dat er de afgelopen maanden minder huwelijken waren. Maar hij blijft optimistisch. Dat is het mooie van huwelijken. Geen afstel, maar uitstel. Dus we hebben heel veel huwelijken. We hebben meer dan 75 huwelijken verschoven. Allemaal naar de tweede helft van het jaar of naar 2021. En zelfs een aantal naar 2022. Roos van Sambeek verloor haar moeder Ingrid aan corona. Haar moeder was nog maar 58 en gezond. Dat is een uitzondering onder coronapatiënten. De 25-jarige Roos organiseerde vandaag een wandeling van het Brabantse Veld naar Nijmegen om geld op te halen voor verder onderzoek naar corona. Familieleden, vrienden en bekenden sluiten zich op de 20 kilometer lange tocht aan bij Roos. In het rood gekleed gaan ze hier op de finish af, waar ze ontvangen worden door mensen van het Radboudfonds, die met het geld onderzoek gaan verrichten. Mijn moeder heeft het virus opgelopen eind maart.
en is daaraan komen te overlijden uiteindelijk. Dus we hebben een heftige tijd achter de rug. En het is ontzettend belangrijk dat er snel meer onderzoek komt. Nou, uw kleindochter die organiseert nou zo'n actie. Wat vindt u daarvan? Knap. Ik vind het heel mooi dat ze gedaan heeft. En dan zoveel geld ophalen. Ik vond het heel goed. Ja. Dank jullie wel voor alle lieve telefoontjes, berichtjes, fijne gesprekken, prachtige bloemen. Dank aan iedereen die vandaag heeft meegewandeld en aan iedereen die er vandaag bijeen is. Door deze actie hoopt ze bij te dragen aan kennisontwikkeling tegen het virus. De eerste resultaten zullen binnenkort komen. Maar ook dan zal het wel weer een vervolgonderzoek nodig hebben om steeds beter grip te krijgen of begrip te krijgen van het coronavirus. Mijn moeder was een ontzettend warme, positieve, enthousiast persoon. En we wilden er iets moois van maken vandaag. Iets positiefs. En dat is zeker gelukt. Het was heel erg gezellig onderweg. En ze is erbij vandaag. Ja. 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 Krijgt u nog het weer van Weerplaza. Op de foto een prachtig beeld van de komeet Neowise boven Gelderland. En ook de komende nacht zou die waarneembaar moeten zijn. Vanavond verdwijnen de stapelwolkjes en ze maken plaats voor brede opklaringen. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Morgen dan wordt het een prima dag met zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 's middags 22 of 23 graden. En de wind waait uit het westen. Kijken we nog even vooruit. Dinsdag dan regent het enige tijd en ook woensdag en donderdag is er kans op buien. Maar daarna herstelt het weer zich. Het wordt droger met meer zon en geleidelijk wordt het ook warmer. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en op onze app onder meer een verhaal over wat misschien wel het kortste fietspad van onze provincie is. Tenminste, als je de borden mag geloven. Het hele verhaal leest u op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.